Randje Buitenspel, de podcast. Welkom bij Randje Buitenspel, nummertje 123. En dat doen we vandaag natuurlijk met de uberblije Tim Hartog. Want Feyenoord heeft de beker gewonnen. We doen het met Thijs Kemperink en natuurlijk Rob Schepers. Mijn naam is Wilco Terwijn. Dankjewel voor het luisteren. Like, druk op de subscribe buttons en al dat soort dingen. Daar help je onze podcast enorm mee. Maar allereerst felicitaties Tim. De eerste prijs van het seizoen is echt... Nou, niet van het seizoen, maar de eerste echte prijs is wel is binnen, is verdeeld. Ja. Ja, het leuke is, ik heb hem toevallig hier ook thuis. dit werd uitgedeeld nadat de winst bekend was. Meteen een reden om te kijken. Het is zo lullig als je verliest, dat je dan gewoon een hele stapel met 20.000 tot 30.000 van die allemaal naar het oud papier. Dat je echt... Ja. stapels met oud papier. Ja, het was een bijzonder... irritante kutwedstrijd. Laten we het daarop houden. Nou, we zijn het eens, Tim. Ja, het was bijzonder... Feyenoord was niet goed. NEC kon niet heel veel beter. Dat was het. Ja, en vooral de eerste helft was echt... wat was het? Een soort, het cliché is natuurlijk dat finales niet mooi zijn. Nou, daar voldeed het volledig aan. En ik weet ook wel, in die aanloop naar die wedstrijd toe was het natuurlijk een beetje van Feyenoord kon alleen maar verliezen, wat dat betreft. En als ik niet voor Feyenoord was geweest, dan had ik het NEC ook wel gegund. Weet je wel, dan ga je zo'n sprookje krijgen. En er werd ook wel iets meer van gemaakt dan het was. Want in de eerste helft had Affelay het gisteren over dat NEC heer en meester was. Nou... Dat vond ik wel meevallen. Ja, maar jij staat in het stadion. Jij ziet dat niet, Tim. Nee, ik zie dat niet. Bijna niemand zag iets in het stadion. Ja, we werden helemaal scheel getikt. Überhaupt door alle rookontwikkeling. Ik twitter dat ook. Heb je iets kunnen zien? Overal vuurwerk, behalve op het veld zelf. Ja, precies. Nou, dat is een behoorlijk goede omschrijving. Ik vind het altijd wel knap trouwens met die voetbalwedstrijden. En op zich vind ik de spandoeken, zeker als ze een beetje groots en meeslepend zijn opgezet, vind ik altijd heel erg tof. Maar wij werken allemaal in het theater. Als je daar een achterdoek wil hangen, dan moet dat helemaal geïmpregneerd zijn. Dat moet voor alle vuurwerkregels, alle... Als je toevallig... In de act een zakdoek uit je broek trekt, moet die al geïmpregneerd zijn. Ja. Maar dit is ook geïmpregneerd, hoor. Ja, met spiritus. Maar dat betekent niet dat het helemaal niks meer doet, toch? Of nee, werkt dat niet zo? Brandvertragend. Ja, brandvertragend. Daar kan je echt wel een paar minuten lang een aansteker tegen aanhouden zonder dat het in de fik valt. Ja, ook een fakkel. Doe jij dat ook gewoon? Ik heb nog nooit bij een achterdoek gedacht, nou, laat ik er dan toch eens 4 minuten fakkel op doen. Kijk wat er gebeurt. Ja. Nee, maar wat ik apart vind is dat als je nou kijkt naar gewoon mensenmassa's, openbare ruimte en veiligheidsvoorschriften, dan is het theater waar echt gewoon alles geregeld is qua, weet je wel, heel veel theaters die mogen... bepaalde dingetjes niet uitbreiden zonder een extra moot tussen, zodat je bij de uitgangen... En dan hebben we het over soms echt kleine theatertjes, hè, waar 70 mannen zitten die gewoon als het een beetje rap moet, heb je die in 1,5 minuut de tent uit. Ja, en dan zijn gewoon 50.000 man. En dan, weet je wel, dat theater is veel trouwer. Dat kon je zien tijdens corona op de 1,5 meter. Wij moesten als eerste dicht, terwijl iedereen wist, als het ergens goed geregeld was, tijdens dat hele corona... Nee, zeuren niet zo. Wij zijn een makkelijke sector om aan te pakken. Ik was gisteren in het theater gegaan, daar ik verder met voetbal. Ik was gisteren theater in Deurne. En daar kom ik al best lang met het... daarnaast was vroeger een soort plak niks met een vervallen gebouwtje. Want daar hebben ze sinds een jaar of zes hebben ze een seniorencomplex neergezet. Het ziet er van de buitenkant uit als een soort crematorium. Dus een soort tussenhalte tussen thuiswonen en een crematorium. Dan hebben ze daar een soort pre-formatie. Je kunt vast wennen aan de lucht. Ja, en toen zei die technicus, en die zei van, maar hoeveel gedoe wij hier hebben met die bewoners. Die dan komen klagen over verkeer, die klagen over geluidsoverlast, die komen klagen over het trailer die je hier moet parkeren. En ik zei, maar het theater stond het er al. Ja. Die kom je dan wonen en die gaan dan vervolgens. En hij was tijdelijk daar in dienst.
Hij zei, hoe vaak ik dat al heb meegemaakt, dat je dus gewoon klagende omwonenden krijgt die er later zijn komen wonen. Wij zijn gewoon een sector waar gewoon heel makkelijk tegenaan gekakt kan worden, omdat we het niet zo moeilijk doen, denk ik. Ja, maar je hoeft naast een stadion te gaan wonen, naast een voetbalstadion te gaan wonen, dan zeggen we, ah, die wedstrijden iedere week. Iedere zondag is er zo'n herrie. Zo'n herrie, thuis mee. Daar haal je het niet in je hoofd. Maar wij hebben hier in het dorp dat er van die mensen uit Wessen een stukje vrijheid wil, en die komen hier buitenaf worden om daarna te klagen over dat de smons een hond blaft. En er hangen geuren. Ja, die hing er al 800 jaar. Rot op. Echt, hè? Ja, de haan. Hele indringende kukelekuus morgens. Waar komt dat vandaan? Ja. Ja, jullie hebben toch wel in de gaten dat de haan dat doet. Dat ik in Amsterdam woon, hè? Dat zijn de... Daar heb je de allerergste Mongolen rondlopen met dat soort geklaag. Want die gaan dan op een appartement boven het Leidseplein wonen. En dat vinden ze heel gek, dat ze met dronken toeristen te maken hebben. Dat kan toch niet? En dan moet de hele horeca dicht. Ja, of rolkoffertjes. Rolkoffertjes, dat schijnt ook een krim te zijn. Ga daar godverdomme niet aan wonen, joh. Nee, maar dat is echt heel erg inderdaad. Maar goed, de aanloop naar de wedstrijd, Tim. Ja. Ik heb elke vrijdagochtend op plaatselijke radio, Twente FM, doen we even de weekje doornemen. Ik weet nooit waar het over gaat, we bereiden het niet voor. Het is altijd leuk en ging nu van, ja, het zijn eigenlijk geen wedstrijden, zegt die man. Dit weekend, dus we doen normaal dan de uitslag van Twente en Heracles voorspellen. Ik zei, er is wel een wedstrijd. Ik zei, de bekerwedstrijd. Oh, die had ik even gemist. Hij zegt, wie hoop je dat het wint? Ik zei, nou, normaal gesproken, als de grote ting de kleine doet, ben ik voor de kleine. Want dat is met een bekerfinale. Tot ik vrijdag de krant kreeg en ineens zag van, oh, als Feyenoord wint, zijn wij zeker van groepsfase Europa League. En hij is de eerste 4 miljoen al binnen. Ja. Ik bleek toch ineens Feyenoord-fan te zijn. Ja. Ik wou ook nog even zeggen, graag gedaan Wilco. Maar dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe je het zelf vervolgens gaat. Ik moest zo lachen. Ik vond NEC best wel lekker spelen, hoor. Dus ik heb er nog niet echt heel veel vertrouwen. Heb je dan Frank van der Linden? Of Frank van der Linden, die van de 3FM? Ja. Die ruik je altijd door de foto's heen. Dat je denkt, die ruikt naar Shaq. Dat weet je al meteen. En die is heel erg van Ajax. Die bestaat ook van 23% uitchecken. Ja. 23% drum. De rest is lange vloe. Hij heeft een heel klein Japans jongetje in zijn onderbroek wonen. Maar die man is heel erg van Ajax. En dat kan. En dan snap ik dat je best niet per se openlijk voor Feyenoord bent. Maar die had een tweet geplaatst. Of een foto geplaatst met, ondanks dat ik van Ajax ben en dat je voor Feyenoord zou moeten zijn. Nou, dat hoeft dus helemaal niet. Heb ik deze sjaal om? En stond hij met een NEC-sjaal om. En een NEC-sjaal. En nou hoop ik dus heel erg dat dit hem nog in de kont gaat bijten. Dat hij... In principe, ga ik je toch eventjes even verbeteren, Tim. Iedere sjaal is een NEC-sjaal. Ja, daarom zei ik NEC daarna. Maar het verbaast me dat een Ajaxiet dus blijkbaar de beschikking heeft over een sjaal van NEC. Dus ja. Dat vond ik al zo raar. Die heeft hij gekocht. Ja. Dat is toch ook wel vrij op dat Leidseplein, bij die rolkoffers. Je snapt nou wel, als het in de competitie draait om NEC Ajax, dat die foto waarschijnlijk nog wel geretweet wordt. Nee, daarom, dat bedoel ik. Precies, dat wordt nog wel eens een keertje tegen hem gebruikt. Nou, denk wel, ja. Nee, maar dus nu, ik heb gisteren, ik zat in het theater. Ik heb ook een Jij hebt niks gezien, hè? Jij hebt weer niks gezien, hè? Ja, dat moet gewerkt worden. Ik heb een technicus uit Berkelen-Roderijs. En die oude Feyenoord. Ik ken jouw technicus. Die praat niet zo. Nee, maar hij zei het wel. Ja. Maar hij snapt er helemaal niks van. Op een gegeven moment had hij een scherpje opgezet. Tijdens het eten. En toen zei hij, ik snap er niks van. Waarom spelen die? Er zit een gat van 25 punten tussen die twee. Waarom spelen die de finale? Ik ga het hem ook niet uitleggen, ook niet. Hij had het hele idee van een bekertoernooi had hij niet begrepen. Maar wel een mening. Ja. Maar wel een mening. En daar gaat het dus altijd mis in heel Nederland op alle vlakken. Wij kunnen hier op alle maatschappelijke problemen kunnen wij oplossen, want dat gaat dus hier om. Ja. Geen snar van snappen met toch een mening hem. Maar eventjes, want stond er dat jullie genoeg hebben aan een vijfde plek. Dat klopt, hè, want nu is Feyenoord... Feyenoord wordt tweede, dus de bekerplek komt vrij voor. En het is niet meer zo dat aan de verliezend finalist gaat. Dus het is niet meer zo. En voorheen was het zo dat dan het naar NEC... En Ajax naar de Conference League. Plek 3 en 4
Drie is nog steeds voor om de Champions League. Maar mocht onverhoopt Twente vierde worden, dan hebben ze sowieso groepsfase van de Europa League binnen. Ik vind het trouwens wel. Want de nummer vier is mogelijk. Jullie zijn nu zesde, toch? Of niet nog, Wilco? We zijn vijfde. Ben jullie weer geklommen? NEC zit in ons nek te hijgen. Zal ik het even uitleggen? Nek zitten jullie NEC te hijgen. Dat iedereen er nu doorheen tettert. Nummer 4 krijgt nu groepsfase Europa League in plaats van de voorronde. En de nummer 5 krijgt nu play-offs voor de. Dus de laatste voorronde voor de Conference League. Ja, en dan zou Ajax theoretisch. Ajax zou theoretisch nog derde kunnen worden. Dan moeten we alles verliezen, zij alles winnen. En nog ergens een verschil van 20 goals goed maken. Ja, dan moeten we iedere wedstrijd met 8-0 winnen. Maar dan nemen we het zo meer om de plek 3 of 4 of zo gaan. Maar goed, dat speelt niet. Maar het is natuurlijk wel prettig. Maar daar moeten we ook eigenlijk, vind ik, niet aan denken. Want dan ga je eigenlijk al heel langzamerhand denken van ja, dan is plek 4 ook wel goed. Want groepsfase Europa League, daar horen we natuurlijk meer thuis dan bij de Champions League. Maar daar gaat het niet om. Dus ik vind dat die focus moet direct weer weg. Ja, als jullie daar uitvliegen, dan ga je toch automatisch naar de Europa League, of niet? Ja. Ja, toch, maar je wilt toch dat stadgeld en je wilt toch die eerste wedstrijd Champions League, dat wil je toch hem? Nee, dat klopt. Maar klopt, we zijn niet meteen weg. Nee. Nee, dus dat is, en dat is nu zeker. Maar jongens, laten we even over, we moeten het even over die fakkels hebben. Daar hebben we het net al heel even over gehad. Ik vond het wel heel mooi dat Valentijn Driessen gewoon even totaal negeerde in een column. Die had het over logistiek, kan het niet meer in de Kuip? Want blijkbaar worden nergens anders fakkels afgestoken. Ik kan me nog een wedstrijdje herinneren eerder dit seizoen. Feyenoord of Ajax Feyenoord. Daar werden een paar fakkels afgestoken en op het veld gegooid. Ik moet trouwens wel even een compliment maken. Vorige keer met Twente werden we eindelijk een keertje goed gefouilleerd. Dat gebeurt meestal ook niet. Dat is even zo tip. En dit keer was echt gewoon serieus gefouilleerd. Jongens, maar fouilleren is het probleem niet. Nee, maar dat is het probleem niet. Het was een keertje goed gebeurd, wil ik er ook een compliment voor maken. Hoor. Nee, dat is zeker waar. Ik had laatst een. Ik word altijd, deze bij ons, 100% fouilleren. Ja. Op die plek waar dus al die fakkels worden afgestoken. Bij ons ook, ja. Ja, en ik kwam naar binnen en ik moest wel lachen, want er kwam een jongen en ik dacht een keertje door te kunnen lopen. Ik zei, goedemiddag. En toen zei hij, mag ik u fouilleren? Het is een oude pet. Ja, hij zei tegen mij, het is vandaag 100% fouilleren. Ik zeg, dat is toch iedere keer? Hij zei, ja, normaal sta ik op een ander vak, dus ik weet het niet zeker. Jongens, even gisteren, ik word bij mijn zak gepakt. Ik word overal echt aangeraakt. Ik moest mijn zakken legen. En toen stond je pas in de tram, hè? Ja. Ja, dat verhaal komt zo. Ja, daar irriteer ik me enorm aan. Ik moest mijn jaszakken legen. En vervolgens haal ik er een pen eruit. Hij gaat met die pen naar een collega. Kan dit mee? Dus zo goed is er gefouilleerd gisteren. Dus maar Valentijn was een Driessen, die kritische noot ging schrijven. Valentijn Driessen, die bedorven pak Vla, moet een keer zijn bek houden en een keer naar een stadion gaan om te weten wat er nou daadwerkelijk gebeurt voordat hij roeptoetert. Ik heb het over de logistiek in een stadion heeft. Wilco, je hebt dat over dat fouilleren. Nou, ik zit bij Twente naast uitvak. En we hebben best wel vaak dezelfde mensen. Dus je komt daar aanloop. En dan, wij worden ook gewoon gefouilleerd. Ik vind dat ook helemaal niet erg. Want ik vind dat een ander moet dat, dus dan moet ik ook wat boeiend. Maar als je altijd dezelfde hebt, dan weet je ook wel dat ze je aankijkt. Zo van, ja, is geen probleem. Maar nou is daar een man en een vrouw. Dus als de dames binnenkomen, dan doet de vrouw dat natuurlijk. Dan mag de man niet. Maar als het een hele lange rij staat, want het zijn toch meest mannen bij ons in het vak. Dus die man die heeft heel druk. Ik zeg altijd, die dame, doe jij maar hoor. En ze vinden niet erg. Ik zeg, natuurlijk niet, dat is gewoon fouilleren en klaar. Maar sinds een paar wedstrijden begin ik hele sensuele gezichten te trekken, waardoor iedereen in het vak voelt zich toch een beetje ongemakkelijk. Je hebt mijn zak er niet gehad. Ja. Ik heb mijn zak leeg. Vind jij dit genoeg? Ja. Ik heb het ook wel een beetje. Dat kun je natuurlijk wel doen als je iemand vaak zelf zo'n plastic handschoentje aanreiken. Ja. En een pot vaseline. Een glijmiddel erbij. Wil je mijn fakkel zien? Gewoon in je latex Twente pak aankomen.
Waarom word ik niet gefouilleerd? Maar goed, die dingen worden gewoon van intern toch ergens boven een of andere wc-pot verstopt of onder een stoeltje. Ja, of wat er ook nog wel eens gebeurt, is dat er ergens op een onvoed plekje wordt er een rugzak eroverheen geflikkerd over een hek. Ja. Weet je, die dingen komen toch wel binnen. En ik vind, weet je heel Tim, eerlijk... Mag ik één keer? Ja. In een finale, ik weet wel, het mag allemaal niet. Wij zeggen nou, dat wou ik zeggen, Thijs. Dat vuurwerk, dat is oké. Maar als in een finale, en een beetje last van rook, waardoor je wedstrijdje 2 minuten later begint, en er is zo'n vlammetje in het stadion. Ik vind dat eigenlijk allemaal niet zo heel erg ook. Maar... Ik ben niet anti-fakkel per se. Want ik vind zeker voor aanvang, en zowel bij NEC in het vak was het, als bij Feyenoord in het vak, laat dat ook even duidelijk zijn. Dat vind ik mooi, dat heeft ook iets, dat vind ik oldschool voetbalbeleving. Ik snap alleen niet zo dat je 2 minuten na de rust ineens ook tering veel fakkels af gaat steken. Dat ik denk, ja, maar doe het dan na een doelpunt. Maar dat is nadeel, Tim, dat de mensen die eigenlijk, zoals wij, die daar niet erg vinden dat een keer een fakkeltje aan is, die snappen ook wanneer. Het nadeel is dat de mensen die de fakkel krijgen hem ook op veld gooien en dat soort ellende. Je hebt nou hierbij heel veel mooie, spannende wedstrijden dat de club zelf vuurwerk afsteekt bij opkomst. Zoals je ziet dat, dan hebben we die beleving nog een keer. En dan nog, inderdaad, 5 minuten nadat de aftrap is geweest. En ik vind het flauw. Het wordt nu... Wat ik flauw vind is als er 40 keer van tevoren een soort KNVB-filmpje werd afgespeeld met het verhaal, als er een fakkel wordt afgestoken, kan de wedstrijd stil worden gelegd. En je gaat fakkels afsteken en de wedstrijd wordt stilgelegd. En je gaat vervolgens verontwaardigd doen. Ja, dan heb je niet zitten luisteren. Weet je? En wie heeft verontwaardigd? Nou, die supporters die vervolgens boos worden omdat er een wedstrijd wordt stilgelegd. Ik denk, ja, maar dan wees dan een fucking vent. Ik ben gisteren in de tram geweest en ik moet dit echt even kwijt. Ik zag namelijk een paar van die gasten. Een paar van die gasten van de nieuwe lichting, zeg maar, van de jongens met een grote bek. En ik stond en ik vond het ontroerend, bijna. Want bij hooligans hebben wij altijd een grote kale man. Nou ja, een beetje wat Wilco is. Maar daar hebben we altijd een beetje dat beeld bij. Maar het zijn gewoon jongens die nog geen haren op de ballen hebben. En 17 en 18 jaar zijn. En die staan daar bij zo'n tram. En daarom ga ik nooit graag met de tram daarna. Maar die staan bij zo'n tram. Ik werd aan mijn capuchon getrokken omdat zij eerst naar binnen moesten. Het gore lef waar ze dat vandaan halen. Ze gaan vervolgens zo'n tram binnen. Ze gaan met 10 Wacht jongetjes... Wacht even, je hebt ze ook voor laten gaan? Nou, voor laten gaan, het kon niet anders. Nee, dat is... Ik bedoel, je hebt het over voor... Als jij aan je capuchon wordt getrokken omdat zij er langs moeten, dan sta ik stil op dat moment. Nou, sorry, dus... ik niet. Ja, maar je zegt, ik niet, maar het is fysiologisch bijna onmogelijk als jij aan je capuchon wordt getrokken en zij zich naar voren trekken. Nou, dan draait dan deze 2 meter grote man zich eventjes om. Ja, makkelijk. Makkelijk, Rob. Ah, maar... toch, kom op. Ja, maar dus, ik liep naar binnen, ik werd aan mijn capuchon getrokken. Ik moet je wel even ingrijpen, Rob. Als ik achter op jouw auto rijd, dan komt er een deuk in je auto. Kun je zeggen, ja, maar dat laat niet gebeuren, maar dan komt er een deuk in je auto. Dat snap ik wel, maar okay. Sorry, ik laat me toch niet een of andere 7 jaar... 17 jaar maar wacht even. Maar niet in de gaten heeft dat haren of veren op groeien een beetje hier aan de kant zetten als een kleuter. Ik snap dat jij dat ook niet doet, maar dat is het hele probleem. Die managers die worden nergens tot de orde geroepen, dat is het hele probleem natuurlijk. Ja, dat is het probleem. Je komt die tram binnen, vervolgens zitten ze daar met 20, 30 man. Ze steken allemaal een sigaretje op, spugen op de grond, gaan op de stoelen staan. Vervolgens roepen ze naar alle vrouwen, roepen ze, laat je likken. Dat ik tegen mijn vriend zei van, joh, ze weten het verschil niet tussen een kut en een anus. Het is zo treurig. Het is zo treurig. En we wilden naar buiten. Maar ze zitten onder de kook ook, hè. Dus ze zijn ook gewoon niet bang. Dus ik stond op het punt om naar buiten te gaan. Dan gaat de gozer tegen me aanstaan. Nou, bij de NOS word je daarvoor geschorst. Dat was zo goor. Die stond tegen me aan. En die zegt, ik moet eruit. Anders loop ik die kankertram. Dan heb je een beker gewonnen. Ik hoorde meer kankers dan een oncoloog op dagelijkse basis hoort in een ziekenhuis. Het is verschrikkelijk. Ja. Het is uitschot, uit de genenpool verwijderen, achteraf alsnog abortus plegen. En ik kan me niet voorstellen dat die moeder ook maar 1 traan laat om zulke nageboortes. Ik vind het walgelijk. En ja. dit is het probleem van voetbal. Ja. En waarom is er geen... ik hoor altijd dat die harde kernen dat die zo georganiseerd zijn.
En dat er dus een bovenlaag is, bovenlaag van oud-strijders, zeg maar, die dan die corrigeren op het moment dat de jongere generatie zich misdraagt. Ja, maar buiten dat, die staan niet in die tram toevallig. Ik heb gehoord dat er inderdaad, een paar weken geleden was er een vechtpartijtje op het vak om deze reden. Weet je wel, een nieuwe lichting en dat soort dingen. En die willen andere dingen en die werden kwaad. Daar hebben ze een legioenzaal waar, dat is een soort jongere soos voor supporters. En toen heeft een van die oude garden heeft zo'n jongetje tegen de muur aangedrukt en gezegd, je gaat godverdomme je mee ophouden. Maar ja, kijk, het feit, ik zie een volwassen man, zie ik op het perron van de metro, zie ik Hamas, Joden aan het gas roepen. Dat ik denk, maar dan ben je een volwassen man, wat de fuck zijn we aan het doen, jongens? Nee, maar waarom, dat is altijd, je hebt zo'n film, ik weet niet meer hoe die heet, volgens mij speelt zich af in Italië. Waar de oude garde met de jonge garde gaat knokken. Om een beetje dat te laten zien hoe dat verschil is tussen die twee. Maar ik heb een tijdje terug iemand gesproken, een beetje bij Twente van de oude garde. Ik ga geen naam noemen, daar gaat het niet om. Maar toen zei ik dat ook. Ik zeg, ik heb bij het einde van de wedstrijd, wij zitten bij het uitvak, ze kunnen daar niks. Ze komen echt jochies aanlopen. Ik zeg, we lachen ze ook gewoon uit. Maar ze doen alsof ze... Hij zegt, die met nadeel is wat Tim net ook zegt. Ze gebruiken gewoon coke. En meer coke dan ooit, hè? Meer coke dan ooit. Alsof ze het paard van de politie ook echt aankunnen. En hij zegt, als dat aan onze kant gebeurt, waarom denk je dat ze naar jullie kant toe lopen? Hij zegt, maar we gaan ze ook niet allemaal achtervolgen elke keer. Ik zeg, dat snap ik. Ik zeg, maar er wordt wel de hele harde kern voor aangekeken. Ik denk dat er veel bij ons in het stadion niet erg zouden vinden. Ik zeg, als jullie er wel een keer... een confrontatie mee hebben. Want dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Want... Dan moet gewoon met een dik eind hout de hele tering uitgeslagen worden uit die generatie. Ja, het ligt uit de ogen. Echt. Niemand is daar rouwig om, hoor. Maar dan krijg je nog wel een ander probleempje. En dat kom je gewoon tegen met... er is gewoon een verschil tussen gasten... Als jij 20 bent of zo... dan heb je echt wel gewoon een andere prioriteitssysteem dan als je 40 bent. Toen ik 20 was, heb ik niks gesloopt, heb ik nergens aangezeten. Nee, maar het gaat ook niet om jou. Ik heb nooit gevochten. Nee, maar het is geen leeftijdsding. Het is een opvoedingsding is een correctieding van de samenleving. Maar er is een bepaald level van hoe ga je een gevecht in? Als jij gewoon doorgesnoven en je bent 21 of zo en... je zit gewoon lekker drie keer in de week op je MMA-schooltje. Het zal je een worst wijzen of een man van 42 die afkomt. Die tik je heel Rob, jij zegt inderdaad van met mijn 2 meter deze jongen laat zich niet opzij zetten. Ook niet, en ik stond voor die deur. Nee, maar ik sta voor die deur. Ik sta voor die deur en die tram reed nog. En die gasten zijn echt al aan het drukken en die zeggen tegen mij, ik moet eruit in mijn oor. Ik zeg, ja, ik ook. Oké. Maar ik dacht, ik duw naar achter. En toen bedacht ik me op het laatste moment. Anders heb je 10 gasten in je nek. Die bovenop je springen, niet meer loslaten. En net zo lang slaan totdat je bloed spuugt. Weet je, ze zijn. Ik hoor dus ook verhalen over die gasten bij uitwedstrijden. Als het nodig is, slaan ze kinderen en vrouwen. Het maakt ze geen reet meer uit. Het is totaal losgeslagen. Ja, maar Tim, vroeger werd ik wel eens uitgelachen omdat ik zei... hooligans hebben een bepaalde code. Van, ja, bepaalde code, ze slopen gewoon alles. Ja, maar er was wel altijd een code. Als jij geen mot wil, dan zorgen wij niet... Weet je wel, dan werd je niet aangevallen. Mensen vielen elkaar aan die elkaar wilden aanvallen. En nu... gaat het als een olievlek. Wat ik wel gisteren zag, dat stemde me wel positief, was... er waren te veel mensen op de vakken. Die hebben dus een vak voor andere kaart, maar die willen op hun eigen vak zitten. Dus die vakken waren overvol geraakt. Er ontstonden vechtpartijtjes. Wat ik ook gênant vind voor een voetbalfinale. En dat van alle richtingen werd er met bier gegooid naar die vechtende mensen. Dus er is wel in ieder geval, een soort... afkoelingssysteem. Nou ja, en een soort afkeuring van binnenuit. Maar we hebben het hier over. Je hebt een bekerfinale gewonnen, je hebt een prijs gewonnen. En het enige waar het over gaat is over slopen, over zuipen en snuiven. Weet je wat het ook is? Het brengt allemaal zo verschillende mensen bij elkaar. Bij Twente kwam
Ja, ik denk 2 weken geleden stond in de krant hier het bericht naar buiten. Dat bij ons het uitvak, daar komt een scherm voor. En, want er hangen nu netten. En er komt nog te veel naartoe. En vorig jaar dat met Fiorentina gehad, dat er gewoon fakkels naar beneden worden gegooid. In gewoon Twente vak. Er werd veel meer ander vuurwerk, echt bommen naar beneden gegooid. Nou, vandaar dat de in het stadion echt de vlam erin sloeg. En daar kreeg Twente heel gek een boete voor. En Fiorentina niks. Dus nou blijkt dus, daaronder zit ook nog oude kindvak. Ik vind die plaatsing van oude kindvak boven of onder het uitvak, vind ik sowieso raar. Maar als zit je daar zonder kinderen en zit je daar gewoon als supporter, dan gaan dus nog wel verschillende glazen waar geen bier meer in zit, maar urine. Dat gebeurt nou nog zo vaak dat Twente nu heeft gezegd van, we hebben nou zoveel klachten gehad, het is klaar. Het net werkt niet, het wordt dus gewoon een aquarium. Dan gaan er dus eigen supporters die zeggen van, ja, maar dan doe je dat alleen voor dat kleine groepje en dan doe je dat... Nee, maar wat moet je anders doen? Het is toch nou klaar? Gewoon, wacht even, Thijs. Ik laat je zo je verhaal afmaken. Maar het idee dat je als volwassen man... Gewoon, het is gewoon zaterdagmiddag of zo. Zondagmiddag. Volwassen man. Weet je wat? Ik pis een halve liter hier vol. Zal ik eens een verhaal vertellen? Nee, maar ik bedoel het feit dat het gebeurt. Het feit heeft dat het met carnaval te maken, Rob? Nou ja, ongeveer. Het was een kampioenschap ergens begin deze eeuw. En wij stonden op de markt. De wedstrijd werd live uitgezonden. En volgens mij de uitwedstrijd tegen Groningen dat ze daar die 0-0 speelden of zo toen. En wij kwamen aan op de markt, het was druk. En we gaan staan. En we staan er echt 5 minuten. En ik kijk zo met een schuin oog naar rechts. En ik zie een plastic zak zo. Ik denk, er komt een plastic zak aangefladderd. Die valt op die vriend van mij voor zo. Uit elkaar. Vol pis. Een plastic zak. Vol pis. Nou, wij lachen. 5 minuten later, kijk van de andere kant, hoor ik. Komt er een doormidden gebroken houten dienblad. Fop, bij die vriend van zo, tak, is een schedel, ziekenhuis, wedstrijd niet gezien. Een plastic zak vol pis. Dat is niet normaal, of wel? Dus dikke knubbel aan de bovenkant, flop. Ja, ik vind een boterhamzakje vol pis al niet normaal. Ik vind... Nee, maar het gaat erom ook wel, wat ik bedoel is, als je dan nou schermen plaatst, waarvan je gewoon zegt van, we zijn er wel klaar mee, dan kom daar ook weer klachten. Wat moeten ze anders doen dan? Wij kunnen, het wordt dan niet gecorrigeerd, ook de eigen niet. Het enige wat je soms ziet, dat vind ik dan wel mooi, is als ergens 2 minuten stilte voor is en er is zo'n jonge garde die daar dan ook nog scheid aan heeft, dat de rest van het vak daar dan wel mee afwerkt, zo van potverdikkie. Maar met dit soort dingen, en het gaat elke wedstrijd door en het wordt erger en erger. En dan zegt op een gegeven moment de club, dit gaan we doen, punt. Nou, ik had een paar weken geleden, kwam er een gozer het vak af bij ons. En die met 2 van zijn vrienden. En het was gewoon een wedstrijd. Je loopt gewoon rustig weg. Weet je, het was geen bijzondere wedstrijd. En die jongen zo. Hadoud! Kameraden! Hadoud! Fighting! Hij zegt, oh laat maar. Dit zijn allemaal dagjes mensen. Ik dacht, vriend, ik zit langer in de Kuip dan dat jij oud bent. Dus lul niet. Maar het is een soort... maar dat is ook de maatschappij. En dat is niet alleen maar de jonge gasten. Maar het is ook, het gaat allemaal in een soort overdrive. Dus het is, ook als je reacties op internet leest, het is meteen zwart-wit. Het is altijd hard maar en veel. Ik denk en dat ik wel een oplossing massief. Heb. Nee, ik maar dus voor de oplossing. Voor de oplossing, Wilco. Ik heb 2 weken geleden, of een weekje geleden, een commerciële klus gehad waar een van de sprekers een psycholoog was. En die heeft het nog over de 2 jaar corona, die nu bij de jeugd voor de eenzaamheid, voor de depressiviteit, maar ook voor de woede. Zij hebben 2 jaar lang een soort sociaal cocon geleefd, waardoor ze een soort opgekropte woede. Dus het is maar daarnaast, een combinatie ervan. Thijs, daarnaast, even los van die jeugd, daarnaast leef je in een wereld op dit moment waarop maandagochtend, weet je al, Valentijn Driessen gaat iets roepen. Johan Derksen gaat iets roepen en dat zijn allemaal ongenuanceerde meningen, zodat iedereen er boos over kan worden. Want woede verkoopt,
Twitter drijft op woede, Facebook drijft op woede, alle sociale media drijft op woede en spektakel. En daar gaan wij ons mee voeden en dan word je boos en dan kun je weer dit zeggen en dan kun je weer dat zeggen. En de man met de genuanceerde mening, die wordt niet gehoord. Dus het is ook de praatprogramma's. Ik ben door toen de tijd dat hier het allereerste AZC verplicht zou worden in Albergen, ben ik door de RTL4 en de SBS6 en alles benaderd om te komen praten daarover. Want ik kom uit Albergen. En als je dan heel eerlijk en genuanceerd uitlegt hoe jij erin staat, dan ben je niet interessant genoeg als gast. Nee. Ja, nee, of sorry. Of, ja, ik moet een hardere mening hebben, ik moet er voller op. Ja, dan mag ik wel komen. Ja, dat ga ik niet doen. Ik heb wel eens iemand gehad die mij ging interviewen voor een comedy show. Of nee, ik ging in het Luxor staan en die zei: dit was zeker altijd al je grote droom. Ik zei, nou, het was niet altijd mijn grote droom om in het oude Luxor te staan, omdat dat zou betekenen dat mijn dromen nu ophouden te bestaan. Ik heb wel meer dromen dan dat, maar dit is inderdaad wel iets wat ik heel tof vind om te doen. Kop, grote droom, Tim komt uit. Ik denk, ja, maar dit heb ik helemaal niet. Die hadden ze al geschreven. Die had eigenlijk al getikt. Het interview was al, ik moest alleen nog even de goede antwoorden geven. Dat was het. Ja, ik heb trouwens denk ik wel een oplossing voor al die hooligan problematiek. Ik zou zeggen, 1 op de 20 kaartjes geef je aan een nogal taaie oude oma. Ja. Uit die buurt. Met een volle handtas. Ja, nee, met een breiwerkje. Die gewoon, doe even normaal. Dan hou je toch vanzelf op. Weet je wat, en als je dat ophoudt, dan krijg je een koekje. Weet je wat ik wel leuk vond gisteren? Was dat er waren dus vechtpartijtjes op een vak. Alleen, dat hadden ze niet door. Er waren heel veel stillen. En voor mensen die niet weten wat stillen zijn, dat zijn politieagenten. Doofstomme mensen. Oh. Dat zijn politieagenten verkleed. Als hooligans. En vervolgens worden die snotneuzen, want dat zijn het, worden gewoon van de trappen afgeslagen door die stille. En iedereen, maar ook eentje gewoon bij zijn oor gepakt. Dat vond ik zo goed. Dat vond ik zo ouderwets beeld. Dat kreeg je billenkoek. Ja. Ging hij over knie, broekje naar beneden, pets, pets, pets. Zo, ja. Jongen. Ja, maar dat moet veel stringenter gebeuren. Dat soort maar die acties. Hebben toch ook altijd laten wel zien hoe het hoort. Nou ja, we hebben wel nog in de krant gelezen dat we laatst bij de uitwedstrijd bij Ajax best wel wat Twente supporters zijn opgepakt. Mm-hmm. Omdat ze ook wel het idee hadden, en het zijn ook jongens die bij ons met de bus meegaan en die beaamden dat die stille van Ajax daar ook echt de supporters bijna uitlokken om begin te knokken. Terwijl dat de sfeer uitermate goed was. Ja, er was dat kan. Niks aan de hand. Het is nooit helemaal. Ik heb zelfs meegemaakt dat je ook wel eens ME die gewoon op schilden staat te rammelen en dat soort dingen. Ik zag gisteren in de stad, zag ik trouwens, gewoon om 2:30. Want we gingen eerst even wat eten in de stad en daarna naar het stadion. Maar om 2:30 zag ik de ME-busjes over fietspaden racen, gewoon. En weer terugkomen over de trambaan. Dat ik denk, ja, dit is ook een soort machtsvertoon. Maar ik heb wel eens gehoord dat ze vroeger dan naar die stille, want iedereen wist van elkaar, als je naar een uitvak gaat, wie was. Ja. Dus dan gaan ze naar die stille zitten zwaaien met z'n allen. En dan zitten ze roze. Ja, maar je herkent ze ook altijd. Want ze hebben altijd een raar soort schoenen aan. Met spekzolen. En dan de veiligheidsneus of zo. Er zijn altijd een paar van die dingen van, hé, dit klopt. Je weet, je weet dat als een supporter met een helm, met zo'n, hoe heet dat, zo'n Playmobil helm oploopt, dan weet je... Dat is een stil. Hey jongens, het is wel een voetbalpodcast, dus laten we het wel weer over voetbal hebben, want we lijken nu wel de hoelige podcast. de enige wedstrijd die we hadden was natuurlijk de bekerfinale. Allemaal gedoe en geneuzel, een beetje een teleurstelling. Zijn er voor de rest nog nieuwtjes? Wacht even, de tweede helft. Nou ja, de tweede helft was heel goed. Maar vond ik ze veel beter worden. En tandje erbij, en ik vind Timber fantastisch. Die was de beste van het hele veld sowieso. Ja, Welleroyte denk ik nog. Want die heeft ook nog een paar uitgehouden waarvan ik denk dat waren bijna zekere doelpunten. Iemand van de jongens die zonder hand mogen, was Timber het best. En ik moet wel even zeggen, na afloop, dat vond ik heel tof. Geert Ruida, stotteraar, die pakte de microfoon en die spoorde het publiek aan om... komen wij uit Rotterdam, kun je dat niet horen dan. Dat is een standaard... spreekkoor en dat hij dat doet en wat vet is, omdat hij gewoon ook echt uit Rotterdam komt. En
En dat, je ziet dat die groep goed in elkaar zit. Jiménez had nog even de microfoon, die begon Minte toe te zingen. Dat ik denk, ja, zie je, dan heb je de kans en dan doe je dat. Waarom kreeg hij rood? De eerste geel was, vond ik, overdreven. Tweede geel was terecht. En het rare is met Guzebuyuk is, en dat merk je, vorige week was Bas Nijhuis. Guzebuyuk is het tegenovergestelde. En die heeft tot de 70ste, 80ste minuut tot de 70ste minuut denk ik geen geel gegeven. Vervolgens krijgt Bart Nieuwkoop een doodschop en dat is geel. Zeer terecht, vond ik trouwens. Maar dan daarna Minte voor een veel minder vergrijp krijgt ook geel. Ik vond het wel goed uitgelegd. Als hij vervolgens een behoorlijk forse overtreding maakt, dan moet hij wel tweede geel trekken. Ja, ik vond het wel goed uitgelegd. Gisteren bij Studio Voetbal was het andersom geweest, had hij geen tweede geel gehad. Precies. Nee, precies. Dus het is niet zo en dat voelt een beetje flauw. Maar dat is wel, ja. Als kijkers zijn er bij de eerste geel, denk je, oh ja, gele kaart. En bij de tweede denk je, oh, daar is pas echt geel. Ja. Maar dan is het wel best wel kloot, maar dan is het niet anders. Ja, maar het maakt het wel, het verloop van de wedstrijd wel spannend. Zelfs Feyenoord die tijd rekt, ja. Ja. Daar heb je dan in zo'n wedstrijd, en toen dacht ik, ja, maar toen vond ik het wel terecht, Thijs. Je weet mijn mening over tijdrekken. Ik vind het heel kut. En ik vind dat je scheids er alles aan moet doen, maar ik snap het altijd wel. Alleen, tuurlijk. Ik vond het bij Feyenoord nog wel meevallen. Ik vond niet dat ik dacht, nou, niet iedereen had ineens kramp of gedoe. Dat viel nog wel mee. Hey, zullen we nog even een rondje nieuws voor de clubjes doen? Of in ieder geval was gisteren, want je had het net over Studio Voetbal, maar ik kan me daar jaren nog niet zo in verdiept, maar die nieuwe indeling en Champions League, hoe dat gaat, en niet meer met die pools, dat gewoon een soort schema wordt. Heb je er mee gekregen? Ja, ik vraag me af of dat nou zo'n succes wordt. Nee, maar daarom, dat was namelijk de vervolgvraag van wat vinden jullie ervan? Ik denk, ik gooi me eens in onze podcast vol voetbalkennis. Ik snap het niet meer. Wat is er in? Nou, je krijgt een pool van 36 clubs. Dus er wordt een soort competitie van 36 clubs. Vervolgens je speelt volgens mij 8 wedstrijden. Ja. Je speelt sowieso 6 wedstrijden. En dus je wordt geloond. Sowieso 8. Want je gaat sowieso overwinteren. Dat is ook al. Wel. Alleen voor de clubs die bovenin eindigen, zijn het minder wedstrijden dan voor de clubs die in het midden eindigen. Ja, daar komt een tussenwedstrijd. Dus die krijgen die tussenwedstrijd. Dus je speelt er dan. Geen heen terug. Geen heen terug. Dus je speelt dus ook niet tegen iedereen. Mm-hmm. Maar je speelt een aantal wedstrijden. En wordt er dan geloot tegen wie je speelt? Nee. Ja, het wordt wel geloot, maar het is natuurlijk zo dat Manchester City speelt natuurlijk weer niet tegen Real Madrid. En het is weer... Ik heb bij iedere opzet van de UEFA, bij iedere nieuwe opzet, denk ik, er zijn twee varianten mogelijk. Of het gaat om geld, nou die is altijd. Het gaat altijd om geld. En grote clubs moeten beschermd worden. Nou, dat is sowieso en. En het liefst willen we het zo ondoorzichtig mogelijk krijgen. Zodat echt niemand er een hout van begrijpt. Ja, nee, maar het is wel zo dat... Kijk, als je dat weet met die kennis, dan kun je het huidige systeem toch gewoon vasthouden. Dat gaat niet gebeuren. Een terugwedstrijd vind ik namelijk wel zo fair. Het is ook met loting. Met loting weet je ook gewoon. Tegenwoordig is die loting zo. Dan ga je ervoor zitten en denk je, nou, er wordt geloot. Het is sowieso dat Feyenoord altijd AS Roma loopt. Maar daarnaast is het zo, dan ga je die loting van tevoren bekijken. En van de 32 clubs kun je er eigenlijk 3 maar loten. Omdat die dan weer daar moet en die weer daar. De man die dit jaar in het bekertoernooi alle wedstrijden thuis geloot heeft. Ja? Dat is verbollige gezicht ook nu. Hij kan het toch ook niks aan doen dat één van die balletjes altijd heel koud is en die andere heel warm. Nee. Maar jullie hebben een club die altijd gered wordt door de gemeente, toch? Dus dat is op zich veel fijner. Bram zat het er gisteren nog over. Ja, is het parkeerplekken zo? Verkopen, parkeerplekken. Maar als de gemeente Arnhem zoveel had gedaan voor Vitesse, hadden die nu ook Champions League gespeeld. Nee, maar... Altijd thuis, klopt. Als Ajax in Amsterdam zijn parkeerplekken. Je hebt wel een hele lastige route gehad. Mag ik alsjeblieft daar wel even iets over zeggen? We hebben die 140 miljoen zo terug. NEC heeft gespeeld tegen GVVV, ADO, Roda JC en tegen Cambuur. Dus hallo. Het moeilijk tegen heeft gehad. Maar het blijft wel heel bijzonder. Het blijft heel bijzonder.
Ja. En dat wil ik ook nog wel, want dat ging het gisteren bij Studio, hoe heet het, langs lijn ook over. Het thuisvoordeel van in je eigen stadion spelen bij de bekerfinale blijf ik ook bijzonder vinden. Wat wil je als alternatief? Weet ik heb geen alternatief, maar ik blijf het een bijzonder voordeel vinden wat je als club hebt. Ik heb best wel een rare roddel gehoord van de UEFA, dat ze de Magnus Carlsen-test altijd doen bij zo'n nieuw spelprincipe, als ze zo'n toernooi opzetten. Magnus Carlsen is de wereldkampioen schaken. Ja. En als die de opzet niet begrijpt, dan gaan ze doen. Je krijgt dus een soort vrijstelling voor grote ploegen om tegen elkaar te spelen. Nou, is dat op zich ook niet heel... Nee, maar dat is al zo... Maar waarom is dat eigenlijk raar toch, Rob, dat wij naar een systeem zijn gegaan waarbij we het normaal vinden dat grote clubs worden beschermd? Dat is toch eigenlijk raar? Nee, dat is helemaal niet normaal. Dat is bijzonder. Alleen, het is natuurlijk lekkerder als je dadelijk toch Champions League speelt en je weet, je gaat 6 of 8 wedstrijden spelen, max. Want je hoort er eigenlijk niet thuis, zoals het merendeel van de Nederlandse clubs. Het is lekkerder dat je tegen grote clubs speelt, dan je tegen de FC Binnenband uit Tsjechië staat te voetballen. Die ook op dezelfde manier ertoe Dat zeg je ook al wat. Je krijgt natuurlijk ook allemaal van die uitwedstrijden waar heel veel mensen helemaal niet meer naartoe willen. Weet je wel, dat je naar de Braga's en dat soort shit, weet je. Dat je ergens naar Noorwegen of ja, maar dat gebeurt dan dus minder. Ik durf bijna op te wedden dat alle grote clubs die kut uitwedstrijden niet meer hebben. Ja. Oh, maar Wilco, jij verwart nu de Champions League met de Conference League. Ik snap dat dan voor jullie een beetje... Want nee, je hebt ook in de Champions League Noorwegen en... Nee, maar je hebt ook in de Champions League heb je een aantal van die... weet je wel, dat je ergens naar een uithoek moet. Ja, maar dat is juist... Ik weet onderling van supporters... Dat ze juist lachen, die trippies, naar gekke plekken. Nou, dat wel als Noorwegen en zo is. Maar er zijn ook plekjes waarvan je denkt... Daar kunnen we beter niet naartoe. Is wel lekker hoor, Portugal. Maar er zijn inderdaad, je moet niet naar Trangastrië. Dat is Frankrijk. Kamchatka ofzo. Trangastrië is Frankrijk, want die flikkeren echt overal traangas in. Op het moment dat je een croissant verkeerd bestelt, dan staan ze al met pepperspray. Wat de croissant wel wat smakelijker maakt. Ja. Het leukste uittrippies zijn naar Engeland. Dat is wel echt tof. Dat is echt best geregeld, ook met politie inzet. Dat is echt fantastisch geregeld. Ja, maar het is waanzin, die nieuwe opzet weer. Ik denk dat het echt gewoon 4 seizoenen gaat duren voordat mensen doorhebben hoe die competitie nu gaat werken. En tegen die tijd hebben ze weer een ander systeem. Dat is echt... Hoeveel ploegen doen er nu mee? 36. We zijn ooit begonnen toch met 16, of niet? Nou, we zijn ooit begonnen met... daarom heet het ook de Champions League. Ja, dat waren kampioenen. Zeg maar de kampioen tegen de kampioen van een ander land. Ja. Maar ik weet dat Feyenoord speelde volgens mij tegen in dat 1970. Nou, hebben ze Celtic gehad in de finale. Ze hebben tegen AC Milan gespeeld. En was je toen, had je toen Legia Warschau, was je toen nog dagjesmens? Nee, ik was toen nog ik begon net als dagjesmens toen. Zullen iets van 4 wedstrijden gespeeld hebben? Nee, Legia Warschau hebben ze gespeeld volgens mij. Ik ga ze even opzoeken. Hoeveel wedstrijden hebben ze die hele campagne gespeeld? 5 of ja, zo? PSV in 88, dat was tegen Rapid Wien en Galatasaray. En nog iets Frans volgens mij. Waar hebben ze tegen Monaco nog? Ik denk in totaal 5 wedstrijden. Ja, de Monaco was die finale toch, of niet? Nee? Nee, dat was tegen Benfica. Oh ja, tuurlijk. Real Madrid hebben ze nog gehad. Mm-hmm. Galatasaray, Rapid Wien en... Nog eentje. Okay, ik ga ze nu op. Linskens, hè? Ik heb nog wel plaatselijk nieuws, want ik zou naar Barcelona gaan. Voor Barcelona-Valencia. Ja, niet voor die wedstrijd. We gaan gewoon met 6 man een heel leuk weekend, hè? Maar, met 70.000 andere dagjes mensen. I don't care. Inmiddels 50, want Camp Nou wordt verbouwd. Dus je zit in het Olympisch Stadion. En... als we het hebben over verplaatsen van een wedstrijd hier, waar we wel eens balen. De wedstrijd was op zondagavond 9 uur. Nou, maakt niet uit. We gaan maandag terug. Boeiend. Lekker feestje s'avonds op zondag. Dat werd zaterdagavond 9 uur. Toen kreeg ik vorige week een mailtje dat het zaterdagmiddag 2 uur werd. Waardoor we andere rondleiding toch maar moesten afzeggen. En eergisteren kreeg ik een mailtje dat het maandagavond 9 uur wordt. Dus we kunnen niet naar de wedstrijd. Nee! Nee, we zijn maandag terug. Jezus.
Dus dan ja, krijg je geld terug. In ieder geval, dan moet je allemaal aanvragen. Dat zal wel rond de kerstdaging zijn dat je het geld weer hebt. Maar het is toch wel, hoe vaak kun je een wedstrijd verplaatsen? Frankie doet toch niet meer mee, want die lag er na gisteren uit. Hè, dus. Mag ik nog wel heel even de route? Wil je hem weten? Mm-hmm. KR Reykjavik, eerste ronde. Dat werd altijd lastig uit. Dat werd, thuis werd dat 12-2, uit werd dat 0-4. Toen de tweede ronde was tegen AC Milan, uit 1-0. En dat is de bekende uitspraak. San Siro is wel, Milan is een beetje van Feyenoord. Milan is een beetje van Nederland, San Siro is van Feyenoord, zoiets. AC Milan 1-0 uit, 2-0 thuis. Kwartfinale, voorwaarts Berlin, mooi hè, uit 1-0, thuis 2-0. En de halve finale, Legia Warschau, uit 0-0, thuis 2-0. En toen Celtic 2-1 na verlenging. Vijf clubjes, uit en thuis. Ja, nu moet je gaan vijf uit- en thuiswedstrijden. Dan moet je nog kwalificeren. Voor de dan zit je in september. De Champions League. Hey, maar zal Koeman zijn schoen al aan het opheen zijn dan nu? Voor Frenkie de Jong. Ja? Is toch kut? Nou, sowieso de middenvelders beginnen er een beetje uit te vallen. Wiever? Ja, is er niet nog eentje geblesseerd? Maar is er al bekend of het weer zo zwaar is dan bij de Jong? Nou, hij ging met een brancard van het veld af terwijl hij aan het huilen was. Dat zijn vaak, en het was zijn knie waarschijnlijk. Enkel was het. Maar gewoon die klassieker, weet je, dat je allebei vol uithaalt op een bal. En dat die ene gewoon net iets eerder is. En dat je dan zo dat enkeltje zo ziet warrelen. Dat gewoon ja. Dat was echt, ja, die klapt goed dubbel. Ja, en bij ons is Sergiño Dest. Ja, ook eruit, hè? Eruit. Voor 9 maanden, denken ze. 9? Dat was de knie. En dat was de knie. En dan moet er dus nog weer opgetraind worden. Nou, ja, dat is zo kut. Ik zag bij Wieven bij Wieven zag ik na de wedstrijd dat de blessure weg was. Toen hij zijn kruk wegmieterde. Hij huppelde nog wel op één been. Ja, hij huppelde en daarna ging hij lopen. Ik denk nou. Kijk nou uit. Maar, ja, dat denk je wel dan. Ja, maar goed. Ik heb wel een prangende vraag voor jou, Tim. Nou. Hij moet eerlijk zijn waar je de antwoord op wil geven. Omdat het misschien ook iets privé is. Maar waar zijn je witte blouse, man? weet je, het is zo stom. Ik ga dus die hemden heb ik een beetje uit elkaar gehangen. En ik wist, Rob gaat hier iets over zeggen. En hij doet het gewoon. Het is met de luisteraars. Een bloesje minder. Ik heb, weet het eerlijke antwoord? Ik heb gewoon een beetje weinig witte was. Dus ik moet het een beetje opsparen en in één keer in de was gooien. Ik heb hier nog wel... Even voor de mensen die de podcast alleen maar luisteren. daar zijn nog witte blouses. Oh, Tim's klerenkast zit altijd op de achtergrond. En Rob heeft daar een macabere fascinatie voor. Ja, op het seksuele af. Maar dat is prima. Maar Tim, je hebt tenminste een nette kast dat je dit ziet. Ja, precies. Dit is mijn sportkleding rek. Ja, je hebt wel veel sportkleding. Heel veel. Maar verschrikkelijk nieuws voor Dest eigenlijk. Dat is toch wel echt gewoon een smaakmaker van de Eredivisie. Dus, ja, weet je, het kan uiteindelijk ook raar genoeg. Dat was mijn eerste ingeving toen ik niet in de gaten had hoe ernstig de blessure was. Dacht ik, ja, het kan ook voordelig uitpakken. Omdat hij ineens een stukje minder interessant is. Want als deze jongen 4 wedstrijden op hetzelfde niveau had doorgejakkerd... Ja. Dan was er no way geweest dat hij natuurlijk überhaupt houdbaar zou zijn... En maar toen had ik niet in de gaten dat hij er 9 maanden uit zou zijn. Tenminste, dat is de voorspelling nu. Ik dacht, nou, als je er een maandje of 2 uit is, dan kan dat uiteindelijk voor het onderhandelingstraject en voor zijn keuze om nu te blijven waar hij zich prettig voelt, kan dat ook nog wel eens positief uitpakken. Maar met dit soort blessures kan het zo zijn dat ze gewoon minder terugkomen. Ja. En dat is zo verschrikkelijk eraan. Ja. Ja, echt tragisch voor die jongen. Echt heel vervelend. Nou, echt goed nieuws bij ons ook nog financieel. Ja? Want ik zag vorige week. Oh ja, jullie hebben de restschuld weggezopen. 34,5 miljoen schuld. 5 jaar geleden zijn we dus helemaal in zak en as. Heeft de gemeente ons
geholpen. Ik kreeg natuurlijk heel veel kritiek op van mensen. Dat mag allemaal. Maar nou blijkt dat het voortvarender gaat met ons beleid. En dat we iets zuiniger zijn. Dus niet alleen maar denk alles wat binnenkomt gaat er ook weer uit. Dat we met de gemeente een nieuwe lening is afgesproken. Waarin we in de helft van de tijd alles af gaan lossen. Waardoor we, en ook andere schuldeisers zijn afgelost. Dus we hebben echt goed ons best gedaan. Zullen we ook blijven doen. Om gigantisch te suipen. Hey Matthijs, ik moest wel aan jullie denken. Of jullie zijn natuurlijk wel het voorbeeld nu voor Vitesse. Als dat op tijd is. Maar ik moest er wel aan denken. Van jullie hebben natuurlijk ook dat moment gehad. Maar dan moet je wel publiek binnen hebben. Klopt. Voordat je op drank kan verkopen. Ja, klopt. Maar jongens, even serieus. Wat is dit treurig, toch? Min één! Ik vind dit... Ja, ik snap dat jij blij bent, Wilco, omdat er blijkbaar nog een club is waar het nog gênanter eraan toe gaat. Gewoon het maar... idee dat je gewoon het hele seizoen gewoon niet had, gewoon niks had gedaan. Ja, ja, ja. Je bent eruit gekomen. Ja. Nee, maar je hebt natuurlijk wel... grappig. Min het één. Is wel zo, Tim, ik weet natuurlijk wat dat is en dat je degradeert. Ja, het is ook volgens mij... de enige manier om echt schoon schip te maken. Ik hoop wel voor de geschiedenis van de club dat ze ook gewoon de bestuurders en de mensen en ook sponsoren om zich heen krijgen om het gewoon weer fatsoenlijk op te bouwen. Weet je wat de punt is? Dan gaat er zo'n filmpje naar buiten van dit is een moment om schoon schip te maken. Ik snap wel wat ze bedoelen hoor, maar schoon schip maken... Niet als hij op de bodem van de zee ligt. Nee, dat en ze zijn daar zelf ingekomen, hè? Dus het is niet zo dat er nu ineens allemaal nieuwe mensen opstaan. Die zijn daar nog niet. Om het eens een beetje goed aan te pakken. Maar er is nu die Colly Perry schijnt gewoon dat hele Vitesse te willen verkopen zonder dat hij het heeft. Dus die begint nu een soort derivatenachtige constructie waarbij je opties aan het verkopen. Weet je, het is nog steeds... Als een marktkoopman zonder kraan. Die roept gewoon midden op straat. Wie maakt me los? Ja. Colin Perry Sport, moeten ze mij eigenlijk noemen. Colly Perry. Collie is het ook, hè? Collie Perry. Collie Perry Sport. Het is ook echt een goede naam voor Arnhem. Hey, trouwens ook goed met nieuws. Met allemaal schoenen zo, Rob, die net niet erop lijken. Ja. Die, ja. Ook. In plaats van Nike. Ja. Adidas. Ja. Pima. Babidas. Pima. Echte Pima's. Tombalans. Ik heb ook nog goed nieuws over Ajax. Deze week geen puntverlies. Deze week. De nul gehouden? Ja, de nul gehouden. Ik heb godverdorie, wanneer was het? Zaterdag volgens mij. Ik volg VI op X. En het was blijkbaar een of andere wedstrijd tussen de Old Stars en nog iets. Ik kreeg godverdomme heel mijn tijdlijn stond ermee vol. Iedere minuut werd een verslag gedaan. En wie er wel, denk ik, hou toch op, joh. Wat is dit voor flauwekul? Ik volg het net VI voetbalnieuws of zo. Was het ergens voor of zo? Wat was de importantie van die wedstrijd? Het was zo'n Legends-wedstrijd. Ja, en? Ik heb hem ook niet gekeken. Ik moest spelen. Waarom was daar zo absurd veel aandacht voor? Dat is misschien de enige manier. Dat er geen fuck te doen was. Geen fuck te doen. Geen andere wedstrijden. En B is natuurlijk altijd een beetje... toch wel een soort herinneringsverfraaiing. Dat je gewoon een beetje een stukje voor nostalgie... Jullie. Ja, voor jullie. Voor jullie. Nou, maar ik zit op een het was geen Ajax-kanaal, het was gewoon een VI-kanaal. Nou, dat zijn we allemaal wel van die wedstrijd. Ik vond het echt beschamend, zoveel aandacht als dat er aangegeven werd. Rob, mag ik je trouwens even wijzen op de Pakschaal podcast? En de Pakschaal podcast is van VI. Dat is de Ajax-podcast van VI. Daar zit Freek Jansen en die Gnocchi. Die Anko Gnocchi. En die twee die hebben gewoon heel fijn met de Ajax niet gekeken. Je hebt het gewoon daar vervolgens niet meer over gehad. Dan ben je, dus een podcast van VI. Kijk, dat Kale en Kokkie moest ik om lachen, want dat zijn gewoon supporters. En dat is hartstikke grappig. En dat snap ik ook helemaal. Maar je krijgt een keer op je kloot en wat zeg je dan? Ik heb het niet gezien, ik ben lekker met de hond gaan wandelen. Ja, dat is je werk, hè? Het is je werk, hè? Hebben we trouwens even, jongens, Joep Schreuder, hebben we dat meegekregen, hoe teringtriest dat was? Nee. Die bij de persconferentie ging die Hansko ondervragen. En I couldn't find, I was trying to find it, but did you ever won a prize in your career? Vorig jaar werd Feyenoord kampioen, hè? Met Hansko, hè?
En je ziet hem dus ook. Wow. Je moet het, even het fragment terug. En daar stond Joep Schreuder de hele tijd bij, hè, met die kutmicrofoon van hem. Je moet even het moment terugkrijgen. Maar hoeveel trouw heeft Joep Schreuder dan op? Nee, maar weet je, wat was het antwoord dan? Want ik heb het niet gezien. Ja, je moet even terugkijken. Want wat hij zegt is... Dus hij lacht ongemakkelijk van, nou, volgens mij maak je een grap. En hij zei, first of all, good afternoon to everybody, zei hij zo. Toen zei hij, yes, I did win a couple of prizes. En verder niks. En dat vond ik zo goed. Maar dat je, hij heeft namelijk ook gewoon nog even de beker gewonnen. En een kampioenschap in Tsjechië, weet je. Dus hij had al een paar prijsjes gewonnen. Maar waar heeft hij op gezocht als je dat niet... als eerste hit boven krijgt. En het is NOS, hè? Het is de NOS. Hij zat per ongeluk op de Eurovisie Songfestival lijst. Nou snap ik het. Ik zag een berichtje van Speld Sport. En nou snap ik hem. Daar stond Joep Schreuder vraagt aan 28-jarige fouilleerder Kevin of hij al ooit eerder iemand gefouilleerd heeft. Ja, dat was dat dus. Zoiets was het of zo toch? En ik dacht, ja, maar ik snap maar, deze grap niet. Maar het toontje van hem is ook bijna een beetje wise-ass van, haha, ja, ik kon niet vinden. Heb je wel eens eerder een prijs gewonnen? Weet je, ook zo nog. Maar dan en ben je echt een zakje zo door het ijs, hè? Dat is zo ja, super sneu. Maar dan kan je dus niet eens googlen als journalist. Nee, nee. Ik denk dat hij op Hanko heeft gezocht. H-A-N-K-O. Dat paardenlul is dat. Het is echt een enorme paardenlul. En ook nergens een rectificatie. Ook nog met een soort van de air van I got you. Ja, haha. I got you, man. Ik vind jongens... dat interview wat dingen dan doet, weet je, die van Bossart. Ja. Carlo Bossart met hoe heet die? Pierre van Hooijdonk, maar dat wordt dan gespeeld door... Alain Clark. Ik vind dat zo briljant. Maar jongens, zo ik heb even gezocht op Joep Schreuder. Ik wil dit jullie niet hij onthouden. Heeft hij prijzen gepakt? Hij heeft een keer een pot Ben & Jerry's gewonnen bij de... Maar jij bij de statue, bij de postcode loterij. Ja, maar jij zoekt nou natuurlijk op Jos Schreuder. Dat is heel anders. Nee, ik heb op Joep Schreuder... En jongens, ik zweer het je. Ga dit thuis doen. Joep Schreuder, je hebt over.nos.nl/onze-mensen/Joep Schreuder. Ik dacht namelijk dat dit een parodie was en dat iemand zijn Wikipedia-pagina had gekaapt. Maar dit is wat Joep Schreuder, dus iedere verslaggever, iedere correspondent heeft een stukje van... Hey, ik ben correspondent Brussel en ik ben sinds 2022 gaan wonen in Brussel en bla 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 bla. Dit is het stukje tekst van Joep Schreuder, ik wil dat jullie niet onthouden. Ik ben Joep Schreuder. Ik heb geen enkele journalistieke opleiding gevolgd. Toch werk ik bij NOS Studio Sport als verslaggever / presentator, waarbij ik de Eredivisie nou vanuit de catacomben en de diepste krochten volg. Af en toe heb ik uitstapjes, zeker wanneer er weer een groot evenement aan zit te komen. Dit lijkt wel een opstel voor de lagere school, joh. Mede daardoor heb ik Zuid-Afrika, Oekraïne en Brazilië met mijn vaste cameracrew van binnenuit kunnen laten zien. Dit is toch bijna een parodie. Het was een leuke dag. Ja. Ook werken bij de NOS. Ja, maar tips en tops. Maar ik mag gewoon zeggen, ik heb ook voorstaan op het feit dat je geen journalistieke achtergrond hebt. Nee, dat blijkt wel. Maar ja, dat is wel vrij duidelijk dat je geen journalistieke achtergrond hebt. Ja, wie nog wel maar dan? Dat is toch gewoon een soort alcoholist die daar is binnenkomen waaien of zo? Die dan heel lang in de kantine is gaan zitten en dat iedereen dacht, nou, die werkt hier waarschijnlijk. Volgens mij heeft hij gewoon eerst een microfoon zelf met zo'n plopkopje wat Rob daar heeft van 50 jaar geeft, heeft van NOS gekocht en is gewoon gaan staan. Hey, man, dat is gewoon een NOS-rol met een pingpongbal. Nee, maar toen dacht de NOS, gewoon, hij werkt hier waarschijnlijk, maar niemand weet dat. Oh, wauw. Nou, enquête. Ik weet al wat ik voor enquête vraag ga stellen. Wat heeft Joep Schreuder hiervoor gedaan? Ja, wat is de nieuwe baan? Ja, wat heeft hij dan wel gedaan? Want hij heeft geen journalistieke opleiding gehad. Wat voor baantjes of opleidingen heeft Joep Schreuder gehad? Ik denk dat het iets met McDonald's te maken heeft. Straatchocolaattester. Hey, over de enquête, vorige week hadden we ook een enquête, was hoe gaat de Truus van Gaal Arena eruit zien? We hebben een gedeelde winnaar, op de derde plaats is gekomen. Dinsdag wordt bingo avond, 24%.
Geurstokjes op de wc, 28%. En 3 maanden lang de toppers in de arena is ook 28% geworden. Dankjewel voor het stemmen daar weer op. Wij gaan een leuke Joep Schreuder enquête introduceren. Dus let erop, dat kan je vinden via de Spotify link. Dus als je de podcast luistert op Spotify, kan je daarop reageren. Eens even kijken, zijn er nog dingen die we vergeten zijn? Moeten we nog... Woensdagavond, jongens, gaan we weer. Bam. Hè? Wij kunnen volgende week al kampioen zijn bij de volgende podcast. Ja. Volgende week zondag al, Robbie. Maar sta je dan niet maandag al op een platte kar te lallen? Op dit tijdstip nog niet. Maar sta je dan niet zelf, want jij hebt er dan waarschijnlijk niks van gezien. Ja, want je staat dan weer in Deurne of... Even wachten, ze spelen toch donderdag al, of niet? Ja, wij spelen woensdag thuis tegen Almere. Nee, het punt is inderdaad, dat is heel raar, want Feyenoord speelt bijvoorbeeld ook donderdag, maar die spelen dan... Die spelen later. Niet. Twente en Ajax spelen woensdag. En PSV speelt donderdag tegen Heerenveen. En Feyenoord? Tegen Go Ahead Eagles, ook donderdag. Maar wij kunnen toch donderdag al kampioen worden dan? Dus, in de bus. Wacht even, je hebt nog 4 wedstrijden te gaan. Want volgend weekend wordt er niet gespeeld, dan is het... Er wordt Koningsdag? Je kan theoretisch kun je kampioen worden. Dus officieus. Als wij winnen en jullie verliezen, dan zijn wij kampioen. Nee, want dan kun je daarna toch nog... Zal jij even verbeteren, Rob? Ja, Koningsdag wordt trouwens er wel, je hebt gelijk. Ja. Op Koningsdag wordt er niet gevoetbald, maar zondag wordt er wel een hele speelronde nog de rest. Volgende wordt... week zondag, dus komen ja. voor... Dan zijn we AZ, twee. Nee, vijf, AZ, vijf, nee. Heracles, PEC Zwolle, NEC, Sparta, Volendam, RKC, Utrecht, Vitesse en Fortuna spelen zondag wel. Ja, maar huh? wij dus maar waarom, weer niet. Waarom is dat Ajax, zo dat wij door de week moeten dan? Ja, omdat... waarschijnlijk omdat ze die zaterdag niet hebben. En alle clubs moeten natuurlijk uitgezonden worden, hè? Het probleem is natuurlijk dat mensen natuurlijk al bezet op de arena hebben gekalkt. Dus dat moet je doen. Nee, maar je kan... 27 heb je daar gewoon niks aan. Maar je kan kampioen zijn, Rob, zonder zelf te spelen. Wel zelf spelen, maar dan je moet even afwachten wat Feyenoord doet. Ja. Gaan die mentaal nu een soort verzadiging hebben dat er een mogelijkheid in zit, denk je? Nou ja, Go Ahead Eagles uit is niet een makkelijke pot. Is gewoon een nare wedstrijd. Is een vervelende pot, zeker. En champagnebenen, hè? Dus het kan wel. Alleen het is niet leuk voor jullie, toch? Nee. Om zo kampioen te worden. Een weekje later in het stadion om 11:45 s'morgens tegen Sparta en dan de hele dag... Aan de zuip. Jezelf een delirium tremens inschenken. op de ouder-kind-rang. Heerlijk. Ja hoor. Nee, dus, en die kinderen allemaal bier laten halen. Ja. Dus, laten we dan hopen dat het in ieder geval een week later gebeurt, dat kampioenschap. Ja. Nee hoor, zo snel mogelijk. Ja, vind je? Ja, tuurlijk. Natuurlijk kan maar binnen zijn. Nee, maar ik bedoel, die week erop dan toch, thuis, als je mag kiezen. Ja, ik zit een beetje tussenin. Aan de ene kant denk ik, het kan er wel zijn toch? Je moet gewoon je wedstrijd winnen. En dat er dan linksom of rechtsom betekent dat je dan kampioen bent, ben je blij. En zo niet, dan kun je het thuis afmaken. En dat is het allermooiste. Ja. In beide gevallen, je wil gewoon dat kampioenschap hebben, dan is het er maar. Hè? Maar jongens, Heerenveen, PSV. Ja, daar hebben ze volgens mij de laatste 12 jaar 1 keer gewonnen. Dat was vorig jaar. Dat is de potentiële bananenschilwedstrijd, hè? Ja. Maar goed, je hebt neem ik heel sterk zo afgehuurd voor ons. Want we komen natuurlijk kampioenschap vieren. ga ik regelen voor jullie, jongens. Haak een feestje van. Ja, dat delirium, dat klinkt mij zo goed in de oren. En dat gaat volgens mij een tijdje duren. Dus, we zijn er nog een paar feestjes te goed, hebben we dan. Laten we er een eind aan breiden.
Ik, ja, nou ja, nou ja, ons feest was dat er drie commissarissen weggaan. Dat is gewoon een feestje bij Ajax. Maar ik wil eventjes alle luisteraars, alle kijkers weer bedanken voor het luisteren, het liken, het delen. Lul erover, vertel het verder, stel je vragen en laat wat achter in de comments onder de YouTube-filmpjes en dergelijke. Dus komt helemaal goed, het wordt gewaardeerd. Dit was weer heb je de presentatie vandaag gedaan vanaf een skippiebal, Wilco? Want je zit een beetje te hupsen de hele tijd. Ik heb onrustige benensyndroom. Dat hebben alle ADHD'ers. Dan zit je altijd bij jezelf als een soort drummer zonder drumstel. Als een soort wuppie achter op de stoel. Nee, dames en heren, heel erg bedankt weer voor een heerlijk onderrondje over de hooligans van Feyenoord deze keer. Maar ik wil jullie allemaal bedanken. Tim Hartog, gefeliciteerd en bedankt. Yo. Thijs, thanks. En natuurlijk Rob, dankjewel. Mijn naam was Wilco. Dit was een Randje Buitenspel. Tot de volgende keer. Ciao. Yo. Okay,